こんばんは。こんばんは。ナリです。シロです。Welkom bij Kotatsu Terebi. Vandaag hebben we een speciale gast voor jullie uitgenodigd. Aberino. Aberino-sama. We gaan haar allemaal leuke vragen stellen die we van jullie hebben gehad. En daarna gaan we nog een leuk spelletje met haar doen. Ja, ze komt eraan in 3, 2, 1. Yay, kampai! Kotatsu Terebi. Nou, zoals jullie zien hebben we vandaag een speciale gast uitgenodigd. Aberino-sama. En we gaan haar een aantal vragen stellen in Japans die jullie ons hebben gevraagd. Uh-huh. De Shiro-san, dozo. Vraag nummer 1. Oh shit, je kan natuurlijk geen Engels. Nee, nanka. Nee, dare? Tiuka, dare? Tuto, Jiko Shiro. Hazukashi. Ik ben Dino. Ik kom uit Japan. Ik kom uit Japan. ね、めっちゃいいやん。本当？あとあとは？うまい。うん、うまい。私の名前はアベリーノです。今勉強しています。21歳になりました。趣味は映画を見ることとお酒とか飲むのとパーティーに行くことと。何のお酒好きなの？ハイネケン。おう。と、うん、オランダのビールどうや？美味しい。マジ？安い。We kregen een vraag van Max, volgens mij, Maxime. En Maxime. En Maxime vroeg daarbij of, nee, of Aberino van Nederlands eten houdt. Dus ik ga het nu eraan vragen. Ga even Nederlands eten. Oranje no tabemono wa dou to omoimasu? Ah, tabemono wa, ano, yasai wa yasui node, oishii shi, suki desu. Ato...ピザは美味しい。日本より。オランダちゃうやん。オランダ料理じゃないね。でも、オランダ料理何がある？このソーセージ。ベッテバーレとか？こう、ジャガイモとなんか、ジャガイモなんかソーセージとジャガイモ、ボールになんかソースみたいなやつで。スタンプ。スタンプ。あ、そうそうそう。スタンプ。どうや？食べてない。オランダの好きなとこは何？あ、人は優しいし。嘘つけ。本当に。誰が優しいね。人は優しいし、なんだ。背が高いし。犬の名前は？小麦。マジで？飼ってるの？犬あんのかい？シワは？小麦？小麦。小麦。犬の名字は？阿部小麦粉。小麦。あ、阿部小麦。小麦。かわいそうね、犬。日本の何が恋しいの？日本の食べ物が恋しいです。ラーメンが。ラーメンと寿司。あ、やっぱりオランダの料理は好きじゃないよ。あ、っていうか、日本のどこから来たの言ってないな。ね、何の自己紹介してんねん。日本の福岡という場所から来ました。北海道、東京の福岡、この辺。ちょっと福岡弁ちょっと喋ってみ。バリかわいいとか、バリはめっちゃっていう意味。日本でなんかオタクがいるやん。はい。オランダでもオタクあったことある？ちょっと日本アニメの好きな人は見たことある。そう、何話し方。日本語を勉強してる人は、なんかアニメ好きな人が多い。僕らももともとね、そうでしたけどね。好きなタイプは？ツーリストとして敬語とかあるし、ツーリストとしてそれどうしたらいい？ツーリストも例えば、ありがとうを言うときはありがとうじゃなくてありがとうございますの方が多分いいと思う。で、敬語なしやったらどうなるの？日本人は絶対に何も言わないけど、時々、でも外国人だから大丈夫と思う。もし知らないってみんな思うから。でもタメ口はダメやろ？ダメじゃない。ダメかもしれない。
どっちやでも敬語の方があのベター。オランダでなんか流行ってるアプリがあんねん。Tinder っていうアプリ。ああ、Tinder。やってますか？やってるやってる。探してください。っていうか、男好きやろ。好きじゃない。なんで？え？え？こたつテレビ。We gaan nu een spelletje doen, maar ze weet niet wat we precies gaan doen. Dus kijk of ze goed op reageert, ja? 3, 2, 1. Zij is zo'n good junkie. Hé, jij nou? Ik heb het niet. Ik heb het niet. Hé, doe zo. Heb je nog een andere game gestuurd? Bijvoorbeeld, combini de onigiri kai mashita.私は次にコンビニでおにぎりとなんかポテチを買いました。メモリー。そんなリナから始まるコンビニゲーム。コンビニでおにぎりを買いました。コンビニでおにぎりと玉ねぎを買いました。コンビニでおにぎりと玉ねぎとミルクを買いました。コンビニでおにぎりと玉ねぎとミルクとパンを買いました。あ、コンビニでおにぎりと玉ねぎとミルクとパンをとと、あ、バターを買いました。もう無理だ。コンビニでおにぎりと3、2、1。なんで？あ、飲みます。Wij meestal met Japanners doen. We spelen eens een aantal spellen van hun en dan gaan we een Nederlands spelletje doen. En ja, we hebben eigenlijk een Nederlands spelletje die we altijd keer op keer terug doen. En dat is ik zie wat jij niet ziet. Dus, Abe-sama, game hier ook. Mono game nu dan maar. We hebben dus een voorwerp gevonden, zoals jullie zien. Het is bruin, dus we gaan zo dat spelletje daarmee doen. Een of ander blad. Ze gaan het niet kunnen vinden, hoop ik. Jan, Isra, oké. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is chairoi. ほい。この負け犬。
We hebben het janken gedaan, gewoon steen, papier, schaar. Maar in Japan heb je nog een versie daarvan. Dat noemen we achimuite hoi. En dus degene die het verloren heeft met janken, die moet een bepaalde richting op kijken. En degene die gewonnen heeft, moet raden welke kant hij op gaat kijken. Dus links, rechts, boven of beneden. Dus ik deed links, voor hem rechts. En hij ging die kant op, dus had ik gewonnen en hij verloren. Moest hij drinken. Oké, dat was het einde van onze aflevering met onze gast Aberino. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En misschien nog een boodschapje van onze gast. Yo, Dorata. Tonoshikatta. Ja, mata raishu. Mata raishu. Kotatsu Terebi.